Om iedereen de mogelijkheid te geven om zelfstandig, veilig en gezond thuis te kunnen blijven wonen, is er nu virtuele thuiszorg. Door de inzet van digitale hulpmiddelen worden zowel zorgvrager, zorgverlener als mantelzorger ondersteund bij de dagelijkse zorg. De digitale hulpmiddelen zijn onderverdeeld in verschillende thema's. Vitaal leven. We bieden verschillende slimme horloges aan die uw gezondheid kunnen monitoren. Veiligheid. Is er sprake van valgevaar, kans op bewusteloosheid of mogelijk verdwalen? Dan kunnen deze horloges worden ingezet om automatisch gevaar te detecteren en hulp te alarmeren. Daarnaast beschikken sommige horloges ook over een SOS-knop. Regelen. Wanneer bijvoorbeeld vervoer een rol speelt bij uw dagelijkse activiteiten, is het mogelijk om via de Netti Goed Geregeld app uw persoonlijke netwerk van familie, kennissen, buurtbewoners en vrijwilligers te betrekken. Ontmoeten. Bij sociaal isolement of eenzaamheid staat er een digicoach klaar, die u ondersteunt met bijvoorbeeld een digitaal kopje koffie of bij het ontmoeten van buurtgenoten. Herinneren. Is het van belang dat u op de juiste momenten medicatie inneemt? Of heeft u hulp nodig bij het onthouden van dagelijkse activiteiten of afspraken? In overleg kunnen we een robot, medicijndispenser of memobord inzetten. Gezondheid. Wanneer het belangrijk is dat uw dag- en nachtritme, glucose, gewicht, bloeddruk of zuurstof in de gaten wordt gehouden, zorgen we ervoor dat u dit zelfstandig kunt meten. De gegevens worden vervolgens automatisch gedeeld met uw thuiszorgteam en eventueel uw huisarts. Na een intake op deze verschillende thema's bieden we diverse e-health interventies en digitale hulpmiddelen die kunnen worden ingezet bij u thuis. Uw wijkverpleegkundige gaat samen met u op zoek naar de beste oplossing en bekijkt hierbij of dit vergoed kan worden door uw zorgverzekeraar of zorgkantoor. Uw thuiszorgorganisatie meldt u vervolgens aan voor deelname. Ontvangst van deze middelen kost u dan helemaal niets. Meer weten? Overleg met uw thuiszorgteam.